Hallo sapgeleertjes van Justice... Oh, wat? Wat? Hoorde je dat? Dat is de eerste keer dat dat gebeurde. Hoorde je het of niet? Nee? Dat gebeurde. Ik deed mijn oude intro. Oh. Dat is me nog nooit overkomen. Dit laat ik gewoon in. Hallo kijkers van Shine Sprite. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Omega Ruby Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Ja, ja, zeker. ThoraTuber. Ah, nee, hou op. Ik zat dus heel eventjes op jouw... hier moet ik niet zijn. Op jouw YouTube-kanaal. Omdat ik een link moest hebben voor onder in de beschrijving. En toen zat ik te kijken en toen dacht ik, mijn Pokémon-kanaal. Toen drukte ik daarop. Oh ja, ThoraTuber. Laatste video 3 jaar geleden. Terwijl ik me dat nog wel kan herinneren en dat is dus al zo lang geleden. Ja, echt hoor. De tijd vliegt voorbij. Ja, ik kan me ook nog heel goed herinneren. Op zich. Het idee was wel leuk, alleen ja. De uitvoering? Nou, misschien dat is het op zich niet, alleen ja, ik weet niet. Ik zou er nu niet zo snel meer naar terug gaan. Oké. Het kost best veel tijd. Aan de andere kant kost Kees ook editen ook best wel veel tijd. Dus... Ja, ik weet je. Wat meer tijd kost. Ik vind het altijd. Kijk, voor kleine YouTube-kanalen zoals wij, zeg maar, heeft een tweede kanaal niet zo heel veel zin, zeg maar. Nee. Nee, klopt, maar. Ik had meer zoiets van, kijk, weet je, ik heb Gaming SB, dat is hartstikke leuk. Alleen ik wilde eigenlijk gewoon meer Pokémon doen. Mm-hmm. Maar ik wilde niet... Kut. Nou, dat wilde ik vast doen. Je wilde meer kut. Oh, dit is zo fout. Ik wilde niet dat je alleen maar als je op mijn kanaal kwam, dat je één Professor Late serie hebt, één Mario en echt 3 Pokémon series, weet je wel. Mm-hmm. Dat vind ik een beetje, ja. Dus ja. Toen dacht ik, nou weet je, dan doe ik dat. En ja, maar die video's, om dat te maken, kost ook gewoon best veel tijd. Mm-hmm. Well, het opnemen op zich niet of zo, maar vooral de, ja, het voor werk, als je snapt. Want ik ging dan echt uitzoeken en zo. Een beetje zoals de Engelse Pokémon community ooit was. Oké. Ja, weet je, ik heb wel zo dat de kans dat ik nog ooit een serie op ga nemen in mijn eentje dat niet op stream gebeurt, die is echt heel klein. Ik denk dat dat niet meer kan. Ik vind dat gewoon heel lastig. Ik vind het heel lastig om te kunnen blijven praten, zeg maar. Daar heb ik echt of een chat voor nodig, of iemand zoals jij om tegenaan te praten. Ja, ik heb het wel weer geprobeerd met, Assassin's Creed. Ja, ja, maar jij kan dat ook wel. Bij mij scheelt het wel, zeg maar, bij zulke soort dingen scheelt het wel dat je de, hoe heet het, de cutscenes hebt, zeg maar, waar je op kunt reageren. Ja, dat precies. Ze zeggen van, we need more rum. En dat je zegt, rum, alcohol, yeah. Weet je wel. Ja, dat. Oké. Ja, dat je gewoon heel over... Nou ja, dat je gewoon een beetje grapjes maakt over wat er gebeurt in de cutscenes. Mm-hmm. Ik snap het. Maar ik moet wel zeggen, als ik dan zo die missies doe, en ik kijk het soms terug, dan denk ik van, ja, je had wel iets meer mogen praten. Je killt nu een gast en... Ja, precies. Ja, die moet je ook nog eens killen, dus misschien zou ik daar wat over zeggen. Van, oh, die is ook weer lekker neer of zo. Maar ja, nou, en dat heb ik dus een beetje met... ik merk dat bijvoorbeeld ook als ik Among Us speel, zeg maar. Dan ben ik zo geconcentreerd Among Us aan het spelen, dat ik eigenlijk gewoon veel te weinig zeg. Dus als ik dan aan het editen ben, dan denk ik van, ja, dit is saai, want ik zeg niks. Dit is saai, want ik zeg niks. Dus ik heb echt alleen de stukken dat ik of wat zeg, of dat er iets gebeurt, zeg maar. Of dat je moet hebben om andere stukken te begrijpen. Ja, precies. Ja, dat had ik ook nog wel een tijdje. Dan dacht ik van, ah nee, dit is niet zo belangrijk. En dan, weet je wel, dat ik dan dacht van, ah, dan edit ik dat eruit. En dan later, dan
maak je daar een comment over. Ging ik er weer over verder, ja. En dan dacht ik van ja, als ik het nu iets eerder had opgemerkt, dan had ik gewoon die volgende opmerking niet gemaakt. Dan heb je niet een minuut verspild aan niks. Ja, precies. Maar dan knip je een minuut eruit, dat voelt zo zonde of zo. Ja, terwijl ik dat dus nu, ik doe dus nu ook een playthrough op stream, hè, die jij ook wel eens kijkt. Ik merk dat ik dat leuk vind, ook om te editen, want ik kan alles waar ik niks zeg, dan knip ik er gewoon uit en ik heb echt alleen de highlights, zeg maar. Alleen dat doe ik als ik zo'n serie opneem, zou dat heel... Ik knip hier bijna niet in, of eigenlijk zo goed als niet in, zeg maar. Ik maak een mooi eerste stukje, ik maak een mooi eindstukje en ik zet alles op de juiste plaats. Alleen, ik knip zeg maar geen dingen eruit of zo. Nee, dat doe ik bij ons, bij Caselock doe ik dat nog wel. Ja. Als er echt even een dood moment valt, ik denk, daar kunnen we nog wel wat aan doen. Ja, precies. Maar, ja. Moeten we nu naar rechts? Ben je al bij Steven Stone geweest? Ja, Steven heb ik al gepraat en ben ik... Ja, dan moet je naar de boot en dan moet je naar Slateport. Ja. Ik ben nu op dat strand aan het vechten bij Slateport. Oh, oké. Okay. Slateport, ja. Nee. Waarom zegt hij steeds... Nevermind, nee. Laat me gewoon bovenaan beginnen. Nou was ik net terug naar Paddleburg gegaan, maar goed. Alsnog. Daar gaat het niet om. Nee, precies. Waarom zou ik tegen die man willen praten als ik denk, nee, ik hoef niks met die man, maar ja, ik ga er wel even tegen praten. Ja. Nee, tuurlijk. Echt ook wel logica soms. Ik vind dat ook zo mooi, je hebt in, volgens mij Pokémon Platinum of Black and White, krijg je op een gegeven moment de vraag of je Pokémon's wil. En dan zeg je ja. Nee, ja. En dan zegt je moeder of je rival... Die zegt dan, moeder, ja. Wat ben je gek, je wilt toch wel een Pokémon? En dan moet je dus gewoon ja zeggen. Ja, van, dat is bij Black and White 2, dat had ik laatst. Ja, maar volgens mij is het dus bij... volgens mij is het bij Platinum je rival die dat zegt. Ah. Nee, dat is voor de Pokédex. Dan vraagt Helm of je de Pokédex en dan kun je dus nee zeggen. Alleen de game eindigt dan niet, nee... Dan zegt je rival, doe nou niet zo lullig. Ja, man, doe dat gewoon. En dan, oké. En dan zeg je, nee, dat wil ik niet. Nee, dan krijg je dus niet die optie. Heel flauw. Censuur. Ja. Een pokeball, wat ligt hier? Een PP-up. Ik zit te twijfelen of ik nog meer wil trainen hier. Want straks komt wel die May-battle eraan natuurlijk. May-battle, wat? Ja, na Slateport heb je op een gegeven moment een May-battle. Ik ga nog wel even wat trainers verslaan hier. Oh, dat is in die bike route. Ja, daaronder zeg maar. Ja. Oh ja, dan weet ik... Yeah. Ik had eventjes dinges op moeten halen. Mijn Butterfree. Beautyfly. God. Slateport City. Oh, dit is ook wel een heerlijk nummertje. Slateport City. Ja, ik ben nog niet de stad. Alhoewel is hij nu wel wat... Hij is wat anders dan hoe ik hem ken, maar... Ja, hij is gemoderniseerd, hè? Ja. Trouwens, straks, hè, als jij in de derde gymstad komt... Die is helemaal anders, hè, dan in de originele games. Echt? Ja. Ik heb Beautyfly gewoon al bij me. Wat? Waarom dacht ik van niet dan? Omdat jij een Mongol bent. Nou, hey. Oh. Ja, wacht. We zitten op YouTube. Ja, ik wou net zeggen. Op YouTube mag je wel de waarheid zeggen. Oh. Ja, op YouTube mag je ook Pogchamp zeggen. Mag dat niet op Twitch? Niet meer sinds vandaag. Echt? Ja, heb je het nieuws niet meegekregen? Nee. Voor jullie is het 7 januari is dit nieuws. Twitch heeft naar buiten gebracht dat Pogchamp niet meer mag. Maar waarom niet? Ja, het had iets te maken met de bestorming van dat spul gisteren. Ja. Ik snap het verband niet, maar nee. Het had iets daarmee te maken of zo. Oké. Ik vond het raar, maar... Ja, dat is het ook. Ik moet ook zeggen, ik heb me niet heel goed ingelezen. Ik zag alleen Pogchamp is verboden.
En ik zag dat het... Dat zij het linkte aan, ineens aan bestormen van de spul. Van de capital, ja. Ja. Dat ik dacht van, ja? Misschien hadden ze allemaal van die spandoeken met Pogchamp erop. Ja, dat zou ik ook wel doen, zeg maar. Als ik een of andere rare terrorist word, dan zou ik wel in ieder geval nog Pogchamp blijven. Roepen. Ja. En dan zit ik daar zo in het Witte Huis. Dames en heren. Pogchamp! Ja. Sowieso. Dus. Twitch wordt wel een beetje mierenneukerig, moet ik zeggen hoor. Ja, ik denk dat ze op een gegeven moment komen op een punt dat je gewoon niet meer mag praten op Twitch. Dan wordt het gewoon alleen nog maar, ja, je mag niet meer praten, want dat is mogelijk offensief voor de mensen die niet kunnen praten, weet je wel. Ja, precies. Mensen die kunnen praten. Nee, dat hebben wij liever niet op ons platform. Je mag ook niet meer in de camera kijken, want dat is offensief voor mensen die niet kunnen kijken. Ja. Ja, blind let's play mag ook al niet meer, hè? Nee. Oh, zo. Zulke onzin, echt. Maar ja. Verder hebben we het naar ons zin. Oeh, een nummer. Het is wel een platform qua layout en zo, maar. Ja. Kan beter. Oh, laat het zomaar zeggen. Nummel is wel echt kut, want Nummel gaat zo meteen een vuuraanval doen, ik voel het. Wacht, waar heb jij een Nummel? Ik moet, die mag mij ik even Ik heb echt al twee gehad die vechten en verder kwam ik niemand nee, tegen. Nee, ik heb op het strand iedereen al af. Ik ben nu al in het museum aan het vechten. Ah. Tegen Team Magma. Kun je gewoon naar het museum naar binnen? Oh, ik leef... Oh, hij had een crit. Ik leef op 10 HP. Big oef. Hoe werkt dit? Oh, dat is ook gras, dat is ook niet handig. Maar ze staat toch allemaal daarvoor? Of is dit... Ja, maar je moet eerst... als je voor die museum staat, moet je even naar onder en dan in dat huisje. Een soort bootfabriek is dat. En... Oh, weer een crit. Twee crits achter elkaar. Weer bijna een Pokémon dood. Maar nee. Genaaid. Nou ja, dat is understatement. Ik word echt helemaal open gereten van achter. Oh, hier. Ja, ik weet het weer. Ja. En dan moet je naar boven, toch? Of niet? Of is dat in een museum zeker? In een museum moet je naar boven, ja. Oh, dan hoef je hier niet naar boven. Nee. Ik word echt gerekt door een Nummel. Een Nummel? Maar die heb je toch zo dood met water... Ja, maar ik heb geen water-Pokémon bij me. Oh, 1 HP. Weer een crit. Maar drie crits al dit potje. Jij mag wel water. Ja, heb maar... Heb geen Wingull? Ja, ik had een Wingull, maar die ga ik niet gebruiken. Oh. Ja, weet ik het. Maar ik word echt gerekt. Ik heb 3 crits. Gelukkig bleven ze allemaal leven in het rood. Oh, alles is nu in het rood. Ik kan gewoon... Ik moet iemand laten zakken. Oef. Nou, ben ik niet veel eerder met mijn devs. Ja, maar wie? Wie laat ik zakken? Wie heb je bij je? Zubat, Talo, Shroomish en Grovyle. Ik denk dat ik Talo laat zakken. Talo? Waarom Talo? Omdat ik dan liever een Zubat heb die zowel vlieg als poison is. Ja, oké. En die kan ook nog een Golbat sowieso. Crobat misschien. Ja. Oh nee, dat is met friendship, dus dat kan gewoon. Ja. Never mind. Daar hoef je niets voor te traden. Dus dan kan het. Oké, okay, Talo is dood. Nu krijg ik wel een free switch. Wanneer evolueert Fungi? Volgens mij op level 20, toch? Of 16 al? Volgens mij best laat, hoor. Het is een generatie 5 Pokémon, hè? Of, oh, Shroomish. Wacht. Oh, Shroomish. Ja, sorry. Ik had, hoe heet die? Fungus Among Us? Die? Die had ik in mijn hoofd. Die noem ik namelijk altijd Fungi. Oh, dit wordt wel een probleem. Nee. Oh, als mijn Grovyle doodgaan, dan is het echt... Nou... Maar was dit echt veel soepeler dan de vorige battle. Geen crit. Tegen de gym leader. Oh, we gaan nog een battle. Oké, we gaan meteen door. Let's go. Ah, maar die is voor jou misschien weer iets makkelijker. Tegen wie?
Er komen twee gasten. Oh, Growfall is ook dood. Weer een crit. Nee. Dus de... Don't verlies, oké. Okay? Dus de vierde crit, dit potje. Wat? Vierde? Ja. Hebben ze... Je hebt toch focus energy, dan krijg je toch ook meer kans op crits? Ja, maar hij doet alleen maar flame burst de hele tijd. Hé? Hij heeft al vier crits. Wacht, er is toch ook zo'n ability. Serene Grace? Nee? Ja, maar die heeft nummel toch niet? Ik denk dat ze flame burst op is. Dat is goed nieuws. Maar ja, ik ben Growfall kwijt, dus dat is echt heel kut. Is je starter. Oh, Flameburst is niet op, want hij doet opeens weer wel Flameburst. Ja, Paddo is ook dood. Ik heb alleen nog Zubat met 3 HP. Oké. Okay. Oblivious? Nee. Dat is niet simpel. Wat is simpel? Dat is echt een... dat is volgens mij... is dat een ability? Dat de ability van de tegenstander ook simpel wordt. Dus dat je, zeg maar... Niet, dat is niet zo'n goede ability. En Zubat ook dood? Ja, Zubat ook. Weer een crit! 5 crits dit potje. Wild that change. Oké, ik ben helemaal dood. Ben je helemaal dood? Wat ja. Nu? Nou, nu moet ik gewoon met de Pokémon's die ik nog in mijn box heb. Oh ja, oké. Maar ik had 5 crits tegen dit potje. Ja, dat is kut. 5 crits. Wat een bullshit. Hoeveel luck is dat? En je hebt geluk dat het in de... Nevermind. Ik wou zeggen, je hebt geluk dat het in deze game 1.5 is, maar je ging er nog steeds aan dood, dus dat had niet uit. Ja, dan is niet zo heel veel, is niet zo heel veel sprake van geluk. Nee, dat had beter gekund. Big oef. Weet je wat grappig is? Nou? Dat... Oh ja, ik wou net zeggen, ik heb 3 water-Pokémons, maar geen wateraanval. Maar ik heb wel 1. Ik heb 1 Pokémon met een wateraanval, maar die is level 2. Succes. Dank je. Dat is wat ze noemen kunt life, of niet dan? Ja. Ik ben blij dat niet al mijn Pokémons dood zijn, want dan kan ik alleen nog maar 6 doen. Daarom is het wel handig om Pokémon's mee te nemen. Als je dan iemand een keer moet opofferen, dan. Ja, klopt. Dan heb je hem bij. Tip voor de volgende keer, misschien? Ja, maar ik zit nu even te denken. Hoe ga ik mijn Pokémon trainen? Ik moet denk ik echt even helemaal terug naar route 1 of zo. Hey, als jij toch ook gaat trainen, dan ga je voor die kilo doet super. Verstandig. Anders loop ik veel te ver voor. Nou ja, niet dat ik ver kom in mijn eentje, maar goed. Ik zie echt... best slecht ben in deze game. Dit wordt echt wel een probleem. Oh, ja. Never mind. Nee, head to Doovert. Dankjewel. Ik ga wel naar Petalburg, denk ik. Maar je hebt experience share, toch? Of zijn ze allemaal level 2? Nee, ja, ze zijn allemaal heel laag level. Hoogstens level 8. Mm. Dus ik heb geen idee hoe ik dat ga doen. Hoezo word ik nou weer gerekt door een nummel? Dat is echt gewoon niet oké. Okay. Ja. Oh ja, en 5 crits. Had ik dat al gezegd? Ja, ja, voor mij had ik zoiets opgevangen. Dat had je volgens mij niet gezegd, maar... Het is waarschijnlijk... mijn slimme hersenen die dat opvingen. Op een manier. Voor mij had je 5 crits, of niet? Sorry. Oh, dat is ook echt super weinig XP. Rest in pieces, Milan. Yep. Welk level zijn ze in die grot? Kan je dat zo even checken? 11. Dat is wel hoog. Tenminste, ik kom nu eentje van 11 tegen. Ja, dat is hoog. Ja, en aangezien je ook geen water type hebt en het eigenlijk ook meer Makuhita's en Zubat zijn, beveel ik het niet aan.
Een Abra? Oh, die mag ik niet. Ben je precies? Die is wel leuk voor de experience, denk ik. Alhoewel, hij doet natuurlijk teleport. Nevermind. Hé, hey, Cascoon. Wow, hij doet teleport? What? You don't say. Hoe is leven? Oh, wacht. Nevermind. Pittig kut. Ja, ik wou net zeggen, je bent net je hele team verloren. Denk niet zo goed. Ik weet ook niet waar ik dat vandaan haal. Hoezo geen Warned KO? Ik ben echt 8 levels hoger. En te stab. Nou. Dat zal ik jou eens even vertellen. Oh, graag. Daarom. Oh, niet heel veel. Is het weer niet goed? Oké. Oké. Even kijken. Alles oké? <okay? laughs> ja. Wat gebeurde er? Nou, ten eerste, ik kom alleen maar Abra's tegen en geen Geodudes. Mm-hmm. Die en Abra, gast, god op! En ik had hem echt dood op 1 HP na. Nice. Ik weet ook niet waarom ik ze nog probeer te killen. Ik weet toch dat ik ze niet kan killen. Maar ik wil het zo graag. Ik wil gewoon experience. Kan je best willen, maar je verdient het niet. Hey, een Telo. Ja, ik wou dat ik nog een Telo had. Sure niet. Ik heb ook geen Telo meer. Oh ja, nee, oké, okay, dan is het goed. Ja. Arme Milan. Hoe dan ook. Kijk, als het in een randomizer was gebeurd, dan had ik het nog kunnen begrijpen. Ja, maar echt een nummel die gewoon zoveel crits doet. Ik werd er echt chagrijnig bij nou. Ja, maar ik snap wel dat hij Trico heeft gekild, omdat het gewoon super effective. Ja, dat klopt, maar hij was wel een heel hoog level, mijn growfile. En dat snap ik. Hij kon ook makkelijkst de hit taken als het geen crit was. Maar die crit was gewoon zo kut. Ja, dat snap ik, maar ik bedoel, het is wel een risky move om een Trico tegen een fire type. Ja, maar ja, als ik geen andere Pokémon's meer heb. Ja, dat is waar, dat is zeker waar. Ik wist ook niet of dat de laatste Pokémon was die je gebruikt hoor. Nee, dat was de één na laatste, want Shroomish had ik ook nog. Ah ja, maar die was nog lager level en ook gras. Dus. Yep. Oh, nice! Weer dood door een crit! Wauw! Hoeveel geluk kan je hebben? Hoeveel ongeluk bedoel ik? Oh, Milan, you're still there. Ja. Oh, weet ik het. Ik denk, misschien ben je boos weggelopen. Ik was er toe in staat. Ik denk dat ik gewoon eventjes tijd nodig heb om te trainen. Want dit gaat echt lang duren. Als ik dit allemaal onscreen moet doen, dan zijn we over 7 afleveringen heb ik nog geen hoge Pokémon's. Ja, snap ik. In een kader, die mag ik nog vangen eventueel. Oh, heb je die dan niet gevangen? Nope. Dat is wel gunstig. Oh, dit gaat fout. Oké, het valt mee. Waarom kom ik geen Geodude tegen? Ik denk dat Abra's echt zeldzamer zijn dan Geodudes. In deze. Nee. Geodude is 5% en Abra 15. Wat? Waarom? Daar. Ik word echt zo boos. Eyo, ik heb een kade. Er zit ook geen logica in. Echt, hè. Ah.
Hoe zal ik hem eens noemen? Oh, met Horde Encounter. Hoe doe ik Horde Encounter? Of je moet Sweet Sand doen met een Pokémon. Heb ik niet. Of je moet geluk hebben dat je een Horde Encounter hebt. Ik denk dat ik... ik weet niet... ja, jij moet nog even die Judo van me trouwens. Daar wacht ik wel even. Oh, we hebben ook... BF. Dat is... Is dat Steve en zijn kamer? BF. Wacht. B1F. B1F? Nee, dat is... dat is met een trapje. Dus daar kan je nog niet heen. Ik denk anders, dan kon ik een Aeron namelijk vangen. Oh ja, die mag je ook nog hebben. Maar ja, nee, dat kan nog niet. Normaal kon je die wel hier vangen. Op deze vloer. Net als Sableye en Mawile in de normale games. Hier staat Aeron in Steven's room 10% kans. Oh. Maar in de gewone floor 1 zeg maar niet. Nee, maar dan ga je toch naar Steven's room. Ja, maar dat is in de oude games bedoel ik. Oh. Hier kun je niks vangen in de in Steven's room. Sad. Want logica. Ja. Ik weet niet, wat wil je doen? Je wil... ik wil de part beëindigen en dan ga ik grinden. Ja. Dus, iedereen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ik ben very sad, zoals jullie misschien wel kunnen begrijpen. Ik hoop de volgende aflevering dat ik een leuk teampje bij elkaar heb met wat leuke levels. En dan zie ik jullie heel graag de volgende aflevering weer. Vergeet niet te abonneren op Sander's kanaal. De link zie je in de beschrijving. En dan zie ik de volgende keer weer. Adios, amigos.